De zware onweersgolf in een week tijd zorgt opnieuw voor wateroverlast. Stadist lanceert originele cadeaubon om meer mensen naar de handelszaken te lokken. En 14-jarige Alexandra Kazina uit Kortenberg, een van de kanshebbers voor de finale van Junior Eurosong. Eén cadeaubon waarmee je in 79 Diestswinkels cadeautjes kan kopen. Dat is het Diests cadeautje. Diest is daarmee de eerste stad in Oost-Brabant die een eigen stadscadeaubon op de markt brengt om meer koopjesjagers naar het winkelcentrum te lokken. De handelaars reageren positief op het nieuwe initiatief. De winkels in de Koning Albertstraat van Diest krijgen al heel wat klanten over de vloer. Maar de dienst toerisme wil nog meer koopjesjagers naar de stad lokken. Daarom komt ze vanaf september met een nieuwe stadscadeaubon op de proppen. Het Diest-cadeautje kan je vergelijken met een waardebon die mensen kunnen aankopen bij de toeristendienst. Die waarde heeft tussen de 5 en de 90 euro. En die kunnen ze dan opkopen bij de deelnemende handelaars die participeren in ons project van het Diest-cadeautje. Je kan het Diest-cadeautje kopen op de toeristische dienst van de stad. De waarde van de bon wordt ingevuld zoals op een kraslotje. De persoon aan wie je hem cadeau doet, kan een jaar lang winkelen in elke zaak die een speciale sticker van de stad in zijn vitrine heeft. Op dit moment zijn er al 79 winkels die meedoen aan het initiatief, zoals deze bloemenzaak. Ik vind dat zeker belangrijk voor de zelfstandigen en zeker voor Diest vind ik dat heel belangrijk. Het trekt altijd klanten bij aan en ik vind dat ze echt publiciteit moeten maken voor Diest en nu zeker dat de wegen veranderd zijn, dat ze zeker de klanten terug moeten de stad intrekken. Het concept van het cadeautje bestaat al in enkele andere Vlaamse steden, zoals Sint-Truiden. Volgens het stadsbestuur van Diest is er een grote vraag naar, hoewel de plaatselijke handel het ook zonder cadeautjes goed doet. Wat wij ondervonden dikwijls aan de toeristeninfobalie zijn de vragen die er kwamen of wij soortgelijke dingen, soortgelijke bons hadden. En wij konden dat niet aanbieden, nog aan de toeristen, nog aan onze inwoners. En vandaar het initiatief dat er gekomen is. We zijn ervan overtuigd dat heel veel mensen, maar niet alleen Diestenaars, maar ook van mensen van buiten Diest naar Diest zullen komen om de bons te kunnen aankopen en te kunnen gebruiken in onze stad. Vanaf september organiseert de stad ook een promotiecampagne met advertenties in weekbladen.